Hallo, een nieuwe uitzending van Voetbalomgeving TV. Vandaag pakken we weer de tweede fase op in de opbouw vanuit de speelwijze 1-4-4-2. En hoe kun je het spel verleggen van links naar rechts of rechts naar links? Stel de bal is links, hoe kun je dan met diagonale passes of schuine passes naar de andere kant gebruik maken van de ruimte die een tegenstander geeft, omdat de tegenstander altijd beweegt naar de kant van de bal? De bal eenmaal in het middenveld betekent niet dat je bijvoorbeeld aan de linkerkant, zwart 5, ook altijd aan de linkerkant door kan voetballen. De spelverplaatsing is belangrijk. En de spelverplaatsing kennen we uiteraard vanuit de achterste lijn. Een vleugeldeler heeft de bal en verplaatst het spel via 3 of 4 naar de andere kant. Maar je kan het spel natuurlijk ook verplaatsen in het middenveld zelf. Pak eerst in instantie even de rol van de verdedigers, waarin ik denk ik niks nieuws vertel. En daarna ga ik wat vertellen over het verplaatsen in het middenveld. Onder andere ook in het midden van de wisselplaats. Tip 1. Verplaats het spel van zwart 5 richting zwart 4. Zwart 4 krijgt de bal, staat met zijn gezicht naar zijn tegenstander en de vijandelijke goal. En uiteraard kan de bal verplaatst worden naar zwart 3, maar deze optie is nog beter. Wanneer 6 de bal krijgt en net de tijd heeft, kan hij het middenveld weer inkomen en daar de oplossing zoeken. Tip 2 is liever niet terug, maar opzij, naar bijvoorbeeld zwart 11. Wanneer het spel verplaatst wordt naar binnen, staat ook zwart 11 staat met zijn gezicht richting vijandelijke goal. En kan bijvoorbeeld richting 9 voetballen, maar bijvoorbeeld ook doorvoetballen richting zwart 6 in het midden. De derde, en dat is een moeilijke, dat is de wisselpaas. Het is aan te bevelen om de spelers die een wisselpaas kunnen spelen over 30, 40 of meer meter, om die ook aan de bal te krijgen in de opbouw van achteruit. Dus wanneer bijvoorbeeld 11 de bal heeft, en die zou het spel kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld een 2 die oploopt en hier de bal krijgt, ja, dan speel je de ruimte altijd aan. 11 in balbezit, dan zal alles van rood naar de kant van de bal bewegen en de niet-balkant die komt vrij te liggen. Laatste punt, en dat is ook de spelverplaatsing, dat is het naar voren voetballen. Dus op het moment dat een tegenstander druk zet en overal probeert om koppels te maken, ja, dan kun je natuurlijk de oplossing zoeken in je middenveld, maar je kan ook een station overslaan. En wanneer de bal dan bijvoorbeeld van 4 uit richting 9 wordt gespeeld, 9 zeker de bal, dus met zijn rug naar de goal toe gaat hij niet draaien, houdt hij de bal vast, schermt hij af, brengt hij naar de grond, geeft hij de tijd aan 5 en de tijd aan 11 om bij te sluiten. En wanneer bijvoorbeeld 11 de bal krijgt, terugpaas, kan hij David dan de bal meegeven op 5. Andersom kan natuurlijk ook, dat 5 de bal krijgt en dat 11 eroverheen gaat.